en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een naturel make-up look maken zonder nepwimpers. Je zult nou misschien wel denken van Sarah, wat is het zo speciaal aan een look zonder nepwimpers? Voor mij is dat heel speciaal. Ik doe YouTube nou, ik denk ongeveer al 4 jaar. In heel die 4 jaar heb ik letterlijk geen enkele video gemaakt zonder nepwimpers. Ik maak mij nooit op zonder nepwimpers te gebruiken. Waarom is dit? Ik heb gewoon hele slechte eigen wimpers. Ze zijn heel erg kort en ze staan recht naar voren. Dus ze krullen echt helemaal niet omhoog. Dus welke mascara ik ook gebruikte, hoeveel mascara ik ook gebruikte, mijn wimpers zijn gewoon nooit te zien. Dat is de reden dat ik letterlijk bij elke look nep wimpers gebruik. Ook bij alle naturel looks die ik maakte op mijn kanaal. Nou heb ik al een tijdje geleden een wimperlift genomen. En echt, er is een wereld open gegaan voor mij. Ik maak nou gewoon make-up looks zonder nep wimpers. Ik ga nou gewoon opgemaakt over straat en ik doe gewoon geen nep wimpers op. Omdat mijn echte wimpers nou gewoon te zien zijn en goed genoeg zijn. Dus ik ben er echt super blij mee. Deze wimperlift was echt een succes voor mij. Ik heb ook een heleboel tips van jullie gekregen over hoe ik mijn wimpers kan laten groeien. En de meeste mensen zeiden castorolie. Dus die ga ik bestellen en die ga ik gebruiken om ze wat langer te maken, hopelijk. En de wimperlifts ga ik gewoon blijven doen zolang ik dat gewoon leuk vind. Dus ik dacht, het is nou tijd voor mijn allereerste officiële make-up tutorial zonder nepwimpers hier op mijn kanaal. De look die ik vandaag ga maken is de look die ik de laatste tijd heel vaak heb gemaakt. Dus sinds ik mijn wimperlift heb gehad. Dus ik ga jullie laten zien hoe ik mij gewoon helemaal opmaak voor als ik gewoon, weet ik veel, naar een vriendin ga of zo. Nu met corona kunnen we niet heel veel, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze tutorial. Ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht. En daarvoor gebruik ik de Bright Maker Primer van NYX Cosmetics. Jongens, ik moet ook echt zeggen, sinds ik dus looks maak zonder nepwimpers, lijkt het ook alsof ik minder make-up op heb. Dat is niet, want ik maak me nog gewoon precies hetzelfde op als eerst. Alleen omdat ik dus geen nepwimpers op doe, oogt de look meer naturel. Terwijl dat helemaal niet is. Dus dat vind ik echt super fijn. Deze primer geeft echt een fantastische glow zo aan mijn gezicht. Zie je dat? Zie je hoe mijn gezicht helemaal naar zo'n lichte glow heeft? Dat vind ik echt zo ontzettend mooi. Mijn go-to foundation als ik gewoon een normaal lookje wil maken is deze Huda Beauty Foundation Stick. Deze is heel erg fijn omdat hij gewoon een mooie medium dekking heeft. Een glanzende dekking heeft. Waardoor het niet zo'n heftig dikkig effect geeft. Ik gebruik deze in de kleur 350G. Die is nou denk ik wel een beetje te donker voor mij. Maar dat maakt niet uit. Met concealer kan ik het gewoon iets lichter maken. Deze is gewoon heel erg fijn voor everyday make-up looks. Kijk even hoe mooi deze foundation is. Het geeft zo een mooi natural effect. Het lijkt helemaal niet alsof ik echt superveel foundation nou op mijn gezicht heb. En je ziet nog steeds zo'n hele mooie glow. Je ziet ook de glow van de primer er gewoon nog steeds doorheen en zo. En de foundation zelf heeft ook een hele lichte glow. Ik vind hem echt super fijn voor everyday. Heel naturel. Voor concealer gebruik ik mijn Old School Catrice Liquid Camouflage Concealer. Dit is echt een oldie but a goodie. Deze gebruik ik echt al jaren. Ik gebruik hem in de kleur 015 Honey. Dit blijft gewoon echt een super goede concealer. Ik gebruik nu ook vaak de nieuwe concealer techniek. Dus in plaats echt zo'n hele driehoekje te maken met concealer, breng ik nou een beetje concealer hier zo aan. En dan ook een beetje hier aan. Want dan krijg je zo een mooi gelift effect. En dit ben ik nou de laatste tijd zo aan het doen. En het is echt heel erg mooi. Het geeft echt zo'n gelift effect. Ik breng ook altijd hier een beetje concealer aan. Maar dat is alleen maar omdat het daar bij mij een beetje donker is. Dus als je dat probleem niet hebt, dan hoef je het niet per se daar aan te brengen. Kijk, doordat de concealer nou hier zo een beetje omhoog gaat, lijkt het alsof ik zo'n soort van facelift heb gehad. En dat vind ik heel erg mooi, vooral omdat mijn oogvorm echt totaal niet omhoog gaat. Ik heb best wel ronde ogen, dus ik doe er altijd alles aan om het hier een beetje meer omhoog te liften. Als losse poeder gebruik ik mijn Bare Minerals Veil Poeder. Poeder is weer heel belangrijk om alles mooi mat te maken en op zijn plek te houden. Ik breng ook geen losse poeder meer aan hier zo op mijn voorhoofd. Omdat het daar altijd toch iets te dikkig werd. Dus wat ik nu doe is gewoon poeder aanbrengen. Gewoon hier bij alle plekken waar ik concealer heb gedaan. En dan haal ik het gewoon zo weg. En met het beetje poeder wat er nog op mijn kwast zit, ga ik een beetje zo hier overheen om het mat te maken. Maar ik breng daar geen directe poeder meer aan. Dan ga ik mijn neus contouren, ook echt een stap voor mij die ik niet kan overslaan. Daarvoor gebruik ik dit Revolution paletje en dan deze bruine kleur. En dan een beetje MAC Fix Plus om al het poederige minder poederig te maken en alles in elkaar te laten smelten. Blenden, smelten. Ik heb ook over precies een uur een Zoom-event van Clinique. Het gaat over hun nieuwe foundation. Dus ik ben daar echt super benieuwd naar. Als je daar een review over wilt zien hier op mijn kanaal, laat het me dan eventjes weten beneden in de reacties. Oké, mijn base zit er nou helemaal op. Het is echt super naturel. Ik zie ook allemaal mijn moedervlekjes allemaal nog overal doorheen. Aan mijn moedervlekjes kan ik altijd zien of iets een volledige, een medium of een lichte dekking heeft. En ik zie ze er nou echt nog wel een klein beetje doorheen. Dus alles wat ik nou op heb is echt ongeveer een medium dekking. Nu ga ik beginnen aan de ogen. De ogen hou ik super naturel, aangezien ik geen nep wimpers opdoe. Ik gebruik nog wel gewoon nep wimpers bij mijn hele heftige ooglooks. Maar als ik gewoon ga voor naturel, dan hou ik het gewoon bij mijn echte wimpers. Dat scheelt weer een extra stap van nep wimpers opdoen. Dus ja, het scheelt mij tijd en moeite. Dus ik vind het echt super fijn. Deze wimperlift was het echt totaal waard. Ik wil wel een beetje iets van kleur op mijn ooglid. Dus ik gebruik deze Pixie oogschaduwstick. Dit is in de kleur One and Done. Dit is een beetje zo'n bronzen glanzende kleur. Hij is echt super mooi. Dus die breng ik gewoon een heel klein beetje aan. En that's it eigenlijk. Voor mascara gebruik ik mijn Maybelline Sky High mascara. Sinds ik deze al heb, is dit echt mijn fave mascara. Hij is echt super fijn. Zo, en that's it. Dat is het voor de ogen. Super makkelijk en snel. Dan ga ik verder met bronzer. Ik ga deze mega bronzer gebruiken van Morphe. Een super mooie warme mat bronzer. Als blush gebruik ik deze prachtige blush van Essence. Dit is in de kleur 80 Breezy. En dan breng ik nog een klein beetje wat losse poeder hier aan om het mooi strak te maken. Voor de lippen hou ik het gewoon makkelijk en nude. Ik ga in met mijn Morphe lippotloodje in de kleur Sweet Tea. En dan ga ik in met deze NYX Soft Matte Cream in de kleur Abu Dhabi. Oh mijn god, weet je dat ik me net ineens besef dat ik gewoon mijn hele highlighter stap ben vergeten? What the F? Ik ga in met mijn fave highlighter, de Milani Baked Highlighter in de kleur 120 Champagne. Ik ben het gewoon helemaal vergeten, what the F? En dan als laatste fixing spray. Ik gebruik mijn Benefit Professional Setting Spray om alles mooi egaal te maken en goed te laten zitten de hele dag. Nou jongens, dit was het dan. Dit was mijn allereerste make-up tutorial op mijn kanaal zonder nepwimpers. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Dit is voor mij een naturel lookje. Ik weet dat het niet voor iedereen naturel is, maar voor mij is dit gewoon de look waar ik altijd voor ga. Vergeleken met mijn heftige looks is dit echt naturel. Deze lip combo is ook echt amazing. Abu Dhabi met Sweet Tea Morphe Lip Pencil is echt mijn nummer 1 fave lip combo als ik ga voor een mooie nude lip. Ik vind die echt prachtig staan met mijn huidskleur. Let wel op dat nude verschilt per huidskleur. Wat een nude is voor mij hoeft niet per se een nude te zijn voor jou, want ja, het verschilt per huidskleur. Maar goed, ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Als je nog meer van dit soort naturel looks wilt zien, laat het me weten beneden in de reacties, want dan maak ik er zeker nog meer. Ik weet dat jullie naturel looks altijd heel erg leuk vinden. En ja, zoals altijd hoop ik dat ik weer een lach op jullie gezicht heb kunnen brengen vandaag en dat jullie weer iets hebben gehad aan de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!